Al wekenlang staat er de hele dag een lange rij auto's bij de Milieustraat van de Nijmeegse DAR. Wat is er toch aan de hand met de Nijmegenaren? Nou, veel mensen zitten op het moment thuis. Die gaan lekker thuis opruimen. Die hebben veel afval. En sommige mensen denken, nou, laat ik dat nu toch maar naar de Milieustraat brengen, want ik wil het niet thuis hebben staan. Daardoor is het iets drukker dan normaal. We zien wel dat het alweer aan het afnemen is. En ja, die lange rijen achter mij die ontstaan omdat wij maar zoveel auto's per keer toelaten om ook op de Milieustraat die 1,5 meter afstand te bewaren. Maar we zien wel dat door de inzet van extra communicatie de afgelopen 2 weken dat wel het aantal bezoekers al minder is geworden. Het is dus minder geworden, maar we zijn er nog lang niet. Hoe lang is de wachttijd eigenlijk? Nou, dat varieert heel erg van hoe lang mensen op de Milieustraat zelf nodig hebben en hoeveel afval ze ook bij hebben. Maar eind verderop hebben we bijvoorbeeld een bord staan met gemiddelde wachttijd van 1 uur. Dus vandaar dat veel mensen ook voor openingstijd al hier in de rij gaan staan om op tijd binnen te kunnen zijn. En sommige mensen hebben de zolder opgeruimd en hebben heel veel spullen die ze graag kwijt willen. Maar er zijn ook mensen die bijvoorbeeld de papierinzameling gemist hebben en die willen toch nog even 2 doosjes komen brengen. En daarvan zeggen we wel, heb je afval thuis, bedenk je dan eerst even goed, wil ik het echt wegbrengen, is het nu nodig of niet? Wat vinden de medewerkers van de DAR van deze maatregel? Ja, ze kunnen er wel mee omgaan en ja, ook voor hen is het belangrijk samen met de bezoekers om die afstand te houden en dus ook maar een beperkt aantal auto's toe te laten. Net zoals dat je naar de supermarkt gaat en je afstand wil bewaren, moet je dat op deze plek ook doen. Houd je dus gewoon aan de regels, dan zijn er ook geen problemen? Nee, dat niet. Alleen ja, als de rij echt te lang wordt, dan loopt zit hier de energie weg op, dus dat is wel een puntje van aandacht. We hebben nu ook extra verkeersregelaars ingezet om de situatie zo veilig mogelijk te houden hier.